Wat op het is de SKAWF AEL's Café op je beeldscherm en je kijkt weer naar Tech Team TV. Vandaag hebben we weer een hele bijzondere gast, dus leuk dat je kijkt, kom maar checken. Hey, welkom allemaal, leuk dat je kijkt. We hebben weer een special guest in the building, een oude bekende van mij. En um, ik weet zeker dat jullie geïnspireerd gaan raken door zijn verhaal. No pressure. <laughs> <laughs> en um, nou, allereerst welkom Estefano. Nou, wat ik al zei, ik, ik, ik ken je al een tijdje en eigenlijk um, toen we het erover hadden, kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat we het eigenlijk nooit op deze manier zo met elkaar hebben gesproken. Nee, klopt, klopt. <laughs> dus uh, nou, voordat we het wilden doen, dacht ik van nou, waarom doen we het dan niet meteen gewoon op camera? Um, en voor de mensen die jou niet kennen, ja, hoe zou je jezelf uh, willen introduceren? Ja, ik ben uh, Estefano van Arnold uh, 37. Uh, ik kom uit Alphen aan de rijn. Ja. Ik ben vader van uh, twee prachtige dochters. Uh, Chloe en Chelsea. En okay. uh, ik ben zelf van uh, Molux-Antliaans uh, afkomst. Mijn moeder is Molux, mijn vader is Antliaans. Uh, ik ben altijd opgegroeid in de Moluxe wijk. Ja. Um, Arter van Angela Timicela en um, eigenaar, managing director bij Status Pro. Yes. Nou, een hele lijst waar ik nog genoeg vragen over ga stellen. Ja, geloof ik. <laughs> Maar uh, laten we beginnen inderdaad uh, met uh, ja, wat, wat je doet. Hè? Uh, volgens mij is de formele titel Managing Director Klopt. van Status Pro. Klopt. Oké, okay, nou, wat is Status Pro? Wat, uh, kan je Status dat Pro is een uh, intermediair. Yeah. Uh, wij zijn uh, een intermediair op de arbeidsmarkt. Okay. Uh, nou, dat houdt in dat wij uh, um, ja, personeel bemiddelen. Uh, personeel uh, binnen de vakgebieden, banken en verzekeringen. IT, uh, logistiek. En in okay. de retail. Yeah. Um, waar komt het uiteindelijk op neer? Er um, zijn verschillende bedrijven, van een KPN tot aan een Intratuin. En een, um, een, een Securitas bijvoorbeeld, uh, die zijn op zoek naar personeel. Okay. En onze consultants, uh, ons team eigenlijk, uh, die vult die vacatures in. Uh, door middel van hen te verbinden aan de juiste professionals. Dat is wat we doen. Oké. Okay. Is het dan... Um Misschien het, zeg ik het verkeerd, maar is het een, een verkapte vorm van uitzendbureau? Ja, wij kunnen nee. onszelf geen uitzendbureau noemen. Nee. Uh, nee. reden waarom, um, er zijn traditionele uitzendbureaus... en ja. dat zijn natuurlijk ook onze conculega's. Maar uh, naast uitzenden doen wij ook werving en selectie. We doen interim mm. um, en detachering. Het ja. verschil daarin is, is dat uh, met uitzenden... Ja, dan zet je iemand um, um, in op een vacature... En uh, ja, die gaat dan tijdelijk, als het ware, uh, bepaalde werkzaamheden uitvoeren. Ja. Bij ons kan het ook zijn dat uh, als KPN bijvoorbeeld op zoek is naar een accountmanager, dat wij iemand bemiddelen die rechtstreeks in dienst gaat bij een KPN. Ja, ja op die manier. Maar wij denken bijvoorbeeld ook met bedrijven mee uh, als het gaat om hun employer branding. Dus mm -hmm. wat zij moeten doen om de juiste personeel, de juiste professionals aan te sluiten. Ja. Dus dat is dan weer arbeidscommunicatie. Oké. Okay. En, en het is iets wat jij echt zelf hebt opgericht, hè? Ja, klopt. Ik ben hier in uh, 2011 mee begonnen. Ja, ja. Dus dat betekent dat we in januari uh, ah, aankomen. In januari bestaan we tien jaar. Tien jaar half, ja. uh, en daar ben ik natuurlijk hartstikke trots op. Ja. Um, om een idee te geven, ik ben met Status Pro begonnen... omdat ik uh, in eerste instantie wat wilde gaan doen als uh, zaakwaarnemer. Okay. Uh, in de professionele voetbalwereld. Daar kom ik zo meteen ook op. Uh, ja. Daar komen we automatisch op, denk ik, zo meteen. En... Mm -hmm. um, um, maar goed, ik 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 moest, kijk als nemen, dan dan ben je niet direct, uh, ja, kan je de hypotheek betalen en, en uh, dat is echt een lange weg waarin je veel moet investeren. Ja, ja. Uh, dus toen um, heb ik besloten om in eerste instantie wat te gaan doen in de recruitment, omdat ik daar een achtergrond had okay. uh, vanuit een eerdere werkervaring. Okay. En um, ja, ik heb eigenlijk in de eerste vijf jaar dat ik onderweg ben geweest als ondernemer, heb ik, ben ik geweest als pionieren. Ik heb me altijd bezig gehouden met de recruitment. Ik heb nog steeds klanten die, die ik destijds al bediende. Okay. Uh, vanaf de keukentafel, want nee, zo ben ik begonnen. Okay. Uh, maar ik heb ook een bedrijf gehad in de PR. Um, ik heb een uh, eigen taslabel gehad. Uh, ik heb mezelf weggezet als interim uh, specialist op verschillende gebieden. Uh, dus die eerste vijf jaar was echt bedoeld om ja, het, het ondernemerschap onder de knie te krijgen en te leren wat het nou inhoudt, uh, wat het van je vraagt. Ja. Uh, hoe je succesvol kan zijn. Um, en, en, en was je dan in die tijd, in die periode... was je dan echt al bewust met het doel als om op te richten bezig? Of was dat een nou, meer van grappig, nog niet? Ja, leuk dat je dat <laughs> vraagt. Weet je, ik, het is heel bijzonder... maar mijn passie ligt in de mode en kleding en in de voetbalwereld. Okay. Dus ik wist altijd... ik heb HBO commerciële economie gestudeerd... Mm -hmm. en um, dat heb ik gedaan omdat... Ik zat eerst te twijfelen tussen de Young Craft University, sporteconomie, yeah. um, of de um, Mode Academie. Oké. Okay. Um, maar op een gegeven moment... Kijk, ik wist altijd dat ik wilde gaan ondernemen. Dus ik wist ook, ik ga HBO doen. Ja. Um, dan heb ik in ieder geval een goede basis. Mm -hmm. En dan weet ik, van daaruit um, um, kan ik mezelf ontwikkelen als ondernemer. Um, maar ik heb uiteindelijk voor commerciële economie gekozen, omdat ik dacht van... Kijk, als ik me ga beperken tot één van beide richtingen, dan heb ik een stempel. Ja. Op het moment als ik ja, een algemene studie houden. kies, ja, ja, ja. juist als ik een algemene studie kies en met commerciële economie was het ook nog eens zo dat ik bedrijfseconomie kreeg, accountancy, sales, marketing, dan word ja. ik breed opgeleid en dan kan ik wel vanuit mijn werkperiodes, mijn, mijn werkervaring, kan ik dan uiteindelijk in de mode of in de kleding of in de voetbalwereld ja, ja. terechtkomen. Dus die opties wil je eigenlijk nog open houden voor jezelf? Ja, ja, ja. ja en in je studietijd, ja tuurlijk weet je wel wat je wilt gaan worden en waar je naartoe wil, maar ja, je bent nog no, jong no. en uh, de wereld ligt aan je voeten. Dus uh, dat moet zich wel gaan ontwikkelen. Had je wel al zoiets van uh, dat je niet. of dat je echt ook iets voor jezelf wilde beginnen? Of maakt het in die fase nog niet uit van. oké, okay, loondienst versus. Nee, eigen nee, nee, nee. Ik, ik, ik wist echt al dat ik wat voor mezelf wilde dat gaan dat beginnen. Dat je okay. um, ik wist ook dat ik eerst wat ervaring op moest doen. in het bedrijfsleven. En ik had gewoon wat meer body nodig. Mm -hmm. nou, op een gegeven moment kwam er dus een kans om te gaan ondernemen. Uh, maar ik moest dus nadenken van, oké, okay, hoe ga ik dan inkomsten genereren? Ja, nou, en omdat ik vanuit mijn afstudeerperiode uh, uh, moest ik aan de slag bij, een, of ging ik aan de slag bij een uh, detacheerder in IT. Dat is een bedrijf in het Gooi, de Nederlandse interimgroep. Okay. Dat is inmiddels overgenomen door de DPA. Mm -hmm. En um, daar leerde ik dus hoe je succesvol actief kan zijn in de recruitment. Oh, en vanuit de okay. middelen die ik destijds had, dacht ik van oké, okay, nou ik moet uh, mijn hypotheek betalen en ik wil leuke dingen gaan doen. Dus mm -hmm. so dacht ik van ik ga recruitment doen. En ik zei eigenlijk altijd tegen mijn omgeving van ja, recruitment doe ik erbij. Weet je, dat doe mm -hmm. ik om uh, mijn rekeningen te kunnen betalen, maar uiteindelijk ga ik voetballen in of ga ik iets met mode en kleding doen. Vandaar ook die ah, tassenlijn. Ja, en ja, 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 ja. Mijn ambities als zaakwaarnemer. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment, na een jaar of uh, vier, vijf, toen ik aan het pionieren was, toen, was het ook, um, ja, toen kwam ik op een kruispunt. Dat herkennen denk ik heel veel mensen wel. En zeker ondernemers. Waarin je veel dingen hebt uitgeprobeerd. De ene is succesvol gegaan, de ander wat minder succesvol. Je hebt goede mensen leren kennen, minder goede mensen. Uh, goede dingen gedaan, minder goede dingen gedaan. Maar ja. dan wil je op een gegeven moment iets gaan doen. En dan moet je iets om, gaan doen. Om, om echt die kruispunt. basis te hebben. Het bekende voor, kruispunt. Ja. Weet je wel? Um, de een gaat terug in loondienst. De ander zegt: ik steek nog één keer de schouders eronder. Ja. Nou, dat was mijn. Uh, Um, ja, dat was mijn uh, situatie op dat moment. En uh, okay. toen raakte ik in gesprek met Angela. En ja, toen, ik, ik zal nooit meer vergeten dat ze tegen mij zei: Van uh, waar uh, ben jij eigenlijk nou in de afgelopen vier, vijf jaar nou het meest succesvol in geweest? Zeg ik, snap dat je. Dat uh, was wat voor we... 2000? Dat was, dat was Nee, dat was twijfels, toen ik die vier, vijf jaar pionieren achter de rug had. Ja, ja, ja. ja. Okay. Weet je wel, en toen, toen um, had ik al wat gedaan in het voetbal. Ik had al wat gedaan in de kleding. En toen zei ze tegen me van, waar heb je nou het meeste succes en het meeste plezier in gehad? Ik ja. zei, ja, recruitment. Ja. Zei ze zei, ja, dat dacht ik ook. Dus dan moet je dat gewoon gaan doen. Maar toen heb ik echt die avond, uh, die buste avond, heb ik een uh, a gepakt. Heb ik het businessplan okay. op papier gezet. Ja. En ik vind dat, ik heb een bepaalde methodiek waarin ik, waarvan ik zeg van dat het belangrijk is dat je je plannen op een a moet kunnen schrijven. Want anders wordt het te uh, omvangrijk en okay. ga je focus verliezen. Ja. Ja, en dat papiertje, dat was uh, december 2015. Ik heb okay, dat ja. nog steeds op kantoor liggen. Yeah. En toen heb ik eigenlijk de schets gemaakt. Dat is waar we nu zijn in 2020. Oké. Okay. Want uh, toen besloot ik. Op dat afviertje. Dat dat ja. Okay. En uh, ja, ja. toen besloot ik eigenlijk om uh, me volledig te focussen op status pro. Mm -hmm. Maar ik wist ook dat ik een team wilde en dat ik een organisatie neer wilde zetten. Omdat kijk als jij als eenmanszaak onderweg bent vanuit de keukentafel. Ja, ja dan kom je er op een gegeven moment achter dat je je tijd maar één keer kan inzetten. Ja, Kijk, ik ja, ja. was toen ook veel actief als intrummer. Ja. En dan kan je maar één keer op één plek zijn. En ja. dan stopt het daarmee. Dus op een gegeven moment. Je komt ook snel tot een bepaalde ja, okay. plafond. Dus toen dacht en, ik en van. Ik de, moet ja. meer doen. Ook passief iets gaan realiseren. daar heb je een team en organisatie voor nodig. En, en had je toen ook meteen Status Pro als naam? Status Pro is sinds 2011. Dus alles is sinds 2011. Oh, okay. Kijk, je moet zo zien: al mijn interim uh, uh, opdrachten, dat yeah. viel altijd al onder, onder status, status Pro. pro. Oh, okay. De bedrijven waarin die ik heb op, Ik heb bijvoorbeeld een, een, een BV gehad met een. Uh, een, een oud compagnon in de en Kleding. Dat was ja. gewoon een BV naast mijn Eenmanszaak. Ah, maar zo. Ja, al ja, mijn ja, recruitmentopdrachten sinds 2011 en al mijn interimopdrachten, ja, dat ja. factureerde ik altijd al vanuit status dat was, Pro. Dus vandaar, okay. dat het, vandaar dat we ook kunnen zeggen van ja, uh, weet je wel, 1 januari 2020, 2021 ja. moet ik zeggen, ja. Er zijn we tien jaar ja, onderweg. Ja, ja. Weet je wel? En, die, en die naam, hoe, uh, hoe is die naam tot stand gekomen? Ja. <laughs> ik krijg daar veel <laughs> vragen over, veel reacties ook. Ik, ik, op een gegeven moment. Um, Um, ik was op zoek naar een, een professionele naam en ik was op zoek naar een naam wat, wat uh, kwaliteit uitstraalt. Mm -hmm. En ik kwam uit op status, omdat ik, um, status staat voor mij voor een bepaalde vorm van erkenning. Oké. Okay. En, en um, uh, eigenlijk was het status quo, daar kwam, daar kwam ik op en toen nee. raakte ik met een uh, goede vriend van me aan de praat over die naam. Um, en, Um, een vriend van mij het MOS en die zei tegen me van ja, status quo dat is eigenlijk de huidige stand van zaken en jij wilt ja. vooruit, ja, ja, ja. je bent ambitieus, ja. je wilt door en, en toen, toen kwamen we op een gegeven moment op status pro en uh, sta, nou, status dus erkenning, erkenning staat voor um, sta, status staat voor mij niet voor macht status staat voor mm -hmm. mij voor uh, erkenning dus, oftewel um, Mensen die constant streven naar een bepaalde vorm van erkenning. Yeah. Zij het door erkenning die je jezelf geeft. Of erkenning die je krijgt vanuit jouw collega's. Vanuit je vrienden. Mm -hmm. vanuit, je, vanuit jouw uh, um, um, uh, partners, klanten. Yeah. Uh, en pro staat voor professionaliteit. Maar ook proactief. Ah, okay. Dus als jij proactief bezig bent met jouw doelstellingen, ambities. Ja. Ja, dan streef je naar een bepaalde vorm van erkenning. Ik denk dat we dat allemaal wel op een bepaalde manier doen. En daar selecteer je ook de mensen op waar je mee gaat samenwerken? Absoluut, absoluut. No. Niet alleen de mensen met wie we samenwerken... maar ook de professionals die wij bemiddelen. Okay. Wij, je moet zo zien, wij bemiddelen twee typen professionals. Mm -hmm. uh, dat zijn high potentials. En dat zijn most valuable professionals. En mm, okay. uh, most valuable professionals staat voor MVP. Dat is afgeleid ja. uit de topsport. Ja. En, een most valuable professional dat is voor ons een domeinspecialist. De beste in zijn vakgebied. Ja. Of dat nou een IT'er is een adviseur in het bank en verzekeringen... of, of een verkoopmedewerker in de mediemarkt die ja. wij bemiddelen. Ja. Een high potential is iemand die onderweg is naar ja. een MVP... die die skillset heeft, mm -hmm. maar die ook de ambities heeft... om alles te geven wat voor nodig is om daar te komen. Ja. En dan maakt het niet uit. Kijk, dat is ook iets wat ik gelijk wil ontkrachten... want dan denken mensen mm -hmm. daar gelijk bij dat een MVP iemand is... die een directeur moet willen zijn of die heel veel geld verdient... Een MVP, ik zeg altijd een schoonmaakster, ja, die kan of ook een gewoon beste in een haar, medewerker, vakgebied zijn. Kan ook de beste ja. in een vakgebied zijn, ja. weet je wel? Ja. Dat is ook gewoon een MVP ja. uh, als facilitaire uh, medewerkster. Dus, dus, en dan maakt het ook niet uit. Uiteindelijk gaat het om van: um, wil je ergens de beste in zijn? Mm -hmm. Wil je daarin ontwikkelen? Uh, of ben jij al de beste in jouw vakgebied? En die twee die twee personen bemiddelen wij en. Uh, dat doen we dus in die verschillende sectoren ja, ja, ja. die ik juist heb uitgelegd. Oké, okay. en, dat, en dat soort type personen, dat uh, ligt misschien ook het dichtst bij jezelf, denk ik dan ook. Ja, is. daar kan ik me mee <laughs> identificeren. Ja, 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 ja. Maar ook dat is, uh, kijk, het is ook zo dat, dat is, uh, de mensen die wij, de professionals die wij voorstellen, introduceren bij onze klanten en die uiteindelijk ook op gesprek gaan, en mm -hmm. mogelijk zelfs in dienst. Ja. Aan het einde van de rit zijn dat de visitekaartjes van Status Pro. Ja, ja, ja. Kijk, uh, ik vertelde net, ik ben begonnen in Alphen aan de Rijn, geboren en getogen ook. Uh, mm -hmm. Ik had daarvoor een kantoor in Amsterdam. Ja. Um, maar toen ik in 2015, eind 2015 besloot om me hier volledig op te focussen, heb ik ook gelijk een kantoor geopend in Alphen omdat ik mijn reistijd wilde verkorten. Ja. Uh, en alles wilde geven wat er voor nodig was om uh, tot een succes te maken. Okay. En um, kijk, je moet ook zo zien dat um, um, het, het gekke is dat de. De klanten die wij hebben, wij doen eigenlijk maar met twee, drie bedrijven in Alphen aan de Rijnzaak. Dat is eigenlijk heel gek, toch? En dat je daar wel gevestigd bent. Maar dat Terwijl je wel... we ja, daar ja, gevestigd ja, ja. zijn, het zijn prachtige Super. bedrijven. Ja, maar ja. de insteek daarvan was, is dat we gelijk vanaf het eerste moment ben ik op zoek gegaan naar de grotere bedrijven in, in, in Nederland. De aansprekende namen, waarom een MVP of een high potential, die kan zich ook identificeren met ja. dat soort bedrijven. En er zit ook een economische reden achter. Dat is dat, dat bedrijven, dat soort bedrijven hebben vaak een vaste doorloop ja. aan vacatures. Ja, dus niet Klopt. één keer per jaar of twee keer per ja. jaar, waardoor je aan een uh, duurzame relatie kan bouwen. En dan is het gewoon belangrijk in een duurzame relatie dat je kwaliteit levert. Ja. Dus vandaar high potentials okay. MVP's. Hey, en figlies. En um, je gaf dan aan uh, bank en verzekeringen uh, volgens mij. En, en IT. En volgens mij heb je sinds kort ook uh, Staatsbosport, toch? Dus om toch weer, Klopt. Uh, wat je uh, Klopt. in eerste instantie, zeg maar, waar je passie lag. Juist, juist. En uh, kijk, uh. dat het nu in 2020 uh, zo tot uiting komt, mm -hmm. dat is um, ja, voor mij niet echt een, een verrassing. Ik wist natuurlijk altijd al waar ik mee bezig uh, ben geweest. Ja. Um, Kijk, ik ben, ik ben nu zaakwaarnemer, dat weet iedereen nu. Ja. Uh, maar dat was ik in principe al van, uh, vanaf 2017. Maar toen ja. begeleiden we wat meer jeugdspelers. Mm -hmm. En um, kijk, als zaakwaarnemer zijn, dan kan je twee dingen doen vanuit mijn beleving: ja. um, je volledig erop um, richten, keihard werken. Totdat je de grote spelers naar je toe kan trekken en serieuze transfers kan doen. Waardoor je de rekeningen kan betalen. Ja. Uh, maar waar ik voor gekozen heb is om een goed bedrijf neer te zetten uh, met Status Pro. Waardoor wij de kennis, de middelen, de referenties... en ook de betrouwbaarheid kunnen uitstralen naar onze cliënten. Ja. Uh, voetballers, uh, clubs en e-sporters. Um, maar ook onafhankelijk zijn. Uh, in die zin dat we niet afhankelijk zijn van uh, één transfer meer of minder. Kijk, in de aankomende winterperiode komt er weer een transferwindow aan. Ja. Natuurlijk uh, uh, doen we dan het liefst zaken met voetbalclubs... maar ik ben er ja. niet van afhankelijk. Ja, en die precies. vorm van de rust, ja. ja dat is, kijk, ik hoef niet te vertellen dat, dat de professionele voetbalwereld uh, hmm. uh, een, ook een bepaalde imago heeft. Uh, zeker als zakennemers. No. Uh, uh, snelle <laughs> jongens uh, um, uh, die heel snel uh, geld willen verdienen en op bepaalde momenten ook ten koste van anderen. Dat is wat wij precies niet willen. Ja. Kunnen we ons ook niet permitteren, mm -hmm. om de simpele reden dat... Um, wij aan de andere kant, met Status Pro, op de arbeidsmarkt... natuurlijk ook zaken doen met gerenommeerde bedrijven. Ja. Dus, dus ik zeg altijd, kijk, gewoon, als wij dan op de verkeerde manier... op uh, voetbalprimeur komen, ja. dan hebben we er gelijk last van. Ja, 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 op die manier. En dat is ook direct een, 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 een fijne gedachte voor, de, uh, voor onze cliënten... voor de clubs met wie wij werken. Omdat ze gewoon weten dat we een betrouwbare partij zijn. Ja. En we hebben ervoor gekozen omdat uh, uh, ja, dit jaar... Uh, grootste lanceren mm -hmm. en dat heeft ook weer te maken met de aanstelling van uh, Romano Denneboom, uh, ja. mijn partner in, in Staatspro Pro Sport. Oud-profvoetballer. Oh. Ja. van clubs als uh, NEC, Heerenveen, uh, Nederlands Elftal. Ja. En uh, ja, dat is iemand uh, met een uh, mooie carrière, goed netwerk, uh, maar nog het allerbelangrijkste, goede persoonlijkheid ook om, uh, ja. om hier een succes van te maken. Oké. Okay. Ja, mooi man. En ik uh, zit uh, te luisteren hoe je met veel passie hè, dat aan het vertellen bent. Ja. Wat je allemaal hebt weten op te bouwen. En dat mensen dat nu ook zien. Hè. Maar um, nou, ik weet, het komt niet zomaar uit de lucht vallen. Nee, dus daar wil ik ook even wat, uh, wat op in gaan zoomen. Ook gewoon met jou, hè, uh, met jou als persoon, zeg maar. Um, ja, want hoe, hoe, waar, waar komt die, die drijf vandaan? Ik merk een bepaalde drijf en passie. Uh, weet, weet je dat zelf? Of, of, ja, tuurlijk of weet je, ik dat, ja. Hoort. Tuurlijk weet ik dat, man. Ik heb... Um... Kijk, weet je, wij komen allebei uit de Molukse gemeenschap. Mm -hmm. uh, dus we weten allebei wat, wat um, onze eerste generaties, onze opa's en oma's, hebben moeten doen. Ja. om uh, een betere toekomst uh, op te bouwen. Um, zij zijn ontheemd uh, vanuit de Molukken en uiteindelijk hierheen gekomen. In concentratiekampen geplaatst, mochten niet werken. Uh, kleine ruimtes, uh, gezinnen opvoeden. En um, mijn uh, idee daarbij is, is dat zij dat gedaan hebben om, om zelf een betere toekomst op te bouwen voor hun kinderen. Mm -hmm. En hun uh, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Ja. Oftewel nazaten. En mijn motto daarbij is, is dat um, het moment als ik andersom zou springen met de kansen die ik heb hier in Nederland. Ja... ja Weet je, ik heb een vriend van me, dat is uh, Johnny Patinaia, eigenaar van Molukken Islands. Ja. En Johnny, daar ben ik mee opgegroeid. En, Johnny, uh, je moet ook nog een kids komen, hè? Je ja, weet. Dat <laughs> moet je zeker doen. Heel nee, interessant verhaal ook. Ja, en, uh, know, yes. ik, ik zal nooit meer vergeten. Kijk, Johnny liep een beetje voor me, hij is ook iets ouder. Studeerde ja. aan de kunstacademie. Mm -hmm. En we kwamen elkaar dan tegen. En zei tegen hem: van, hey, Ik wil dit doen, ik wil dat doen. Zij zei tegen mij: faan. Hey, Kom op, stop met praten, gewoon doen. Ja, weet je, en ja, 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 toen was ik, je ja. moet je voorstellen, was ik uh, 19, 20 jaar. Hè? Je ja. hebt een goede ideeën, maar gewoon doen. En dan kwamen we elkaar weer tegen, en ik vergeet nooit meer. Ik uh, kwam tegen een in interliner. Schiphol kwam je ja, rijden. Ja, ja. weet je. daar. En dan uh, ging je op de bus uh, terug naar Alfa. Ja. En toen had ik weer zo'n prachtig idee. En toen zei hij: Je weet wat ik tegen je heb gezegd, gewoon doen, hè? En toen zei hij letterlijk tegen mij: zeg: van, kijk, je weet wat onze opas en oma's hebben moeten doen. om ons de kansen te geven. Uh, die we nu hebben gekregen... hij zegt, jij moet nu gewoon je kansen pakken... en je moet niet naar de rest kijken... Hmm. want degenen die dit niet doen, die zijn gewoon fucking arrogant. Zo zei hij dat. Okay. Hij zegt, de, weet je... en de, zo denk ik er ook over, klinkt hmm. keihard. Nee, en wel. we willen daarmee niet... Um, uh, iedereen over een kam scheren... of mensen hmm. terecht wijzen... maar puur eigenlijk is dat een directe manier... om, om, om aan te geven van... we hebben kansen gekregen die... Ja, die heel uniek zijn. Ja. En al kijken naar de eerste generatie, die hebben eigenlijk de weg voor ons vrijgemaakt. Ja. En we mogen de tweede generatie ook absoluut niet vergeten, want die hebben alle pijn in ja, de ogen gezien van ja. onze opa's en oma's. Dus Klopt. die hebben ook een transitiefase nodig gehad om, 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 dit, om dat te doorstaan. En wij moeten het gewoon doen. eerste ja. We moeten het gewoon doen, we moeten het gewoon laten zien. Ja. Weet je ja. wel? Um, daarnaast is het zo dat ik het voorrecht heb dat ik. Uh, uh, regelmatig in Indonesië ben en met name op de Molukken. Ja, als ja, dus ik dan met mijn neefjes en nichtjes aan het praten ben, of dat mijn vrienden daar, weet je, ja. dat, dat niet veel geschild, ja, ja, ja. Of ik had ook een ander andere shitje aan. Ja. En, uh, uh, en ik had, uh, uh, ik moest, ik, zij willen heel graag studeren. Ja. Weet je wel? En maar dat, maar ja, daar dat is het niet over zo spreken. Het kan niet. Ja, klopt. Weet je wel? Ja. Dus, 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 dus dat, dat, daar moeten we ons echt, echt van bewust zijn. En kijk, ik lees ook. Ik lees ook veel boeken en, en mm. um, in een van de boeken die ik lees wordt, wordt er ook gesproken over dat mensen in hun leven, als zij op een kruispunt staan, bijvoorbeeld net als dat wat ik had in ja. 2015, ja. en mensen die op een bepaalde manier succesvol willen zijn, nogmaals niet te verwarren met geld, dat kan op verschillende manieren, ja. kan je succesvol zijn, dat is voor ieder voor zich. Maar wat je vaak ziet is dat iedereen een paradigm shift heeft meegemaakt. Oftewel een hele ingrijpende gebeurtenis in hun leven, waardoor ze op een gegeven moment zeggen van een op andere dag: boom, ik ga het anders doen. Dit nooit meer. Okay. Weet je wel? En je en, hebt het ook gehad. Ja, zeker weten. Mijn paradigm shift was: ik was 19 ik ben mijn moeder verloren. Ja. Dus ja, weet je, dat was voor mij gewoon, kijk, ook hierin weer komt dat onze Molukse identiteit, onze Molukse cultuur komt terug. Mm -hmm. Wat ik altijd wilde, was dat. Um, het moment als mensen mij op straat zien lopen of ik raak met iemand in gesprek, ja. je weet hoe dat in onze Murkse cultuur is gaan. Hé, hey, je doet sap op een ana. Oftewel, hey, wiens kind is dat, ja. weet je wel, of hé, hey, dat is de kind van. Mm -hmm. En wat ik gewoon wil, is dat mensen zien van hé, hey, dat, dat is er zo niet van Shirley. maar dat heeft, niet, dat heeft ze niet verkeerd gedaan. Ja, Ondanks ja, ja. dat ze nou, vet, hem is ontvallen op zijn negentiende, ja. dat, dat mensen gewoon weten van hé, hey, ze heeft goed werk geleverd, snap je? Wat voor, um, ja, want kun jij ons daar misschien iets meer daarin meenemen? want je zegt die die paradigm shift, dat is shift, ja? belangrijk. ja, um, ja kan, kan, kan je ons daarin meenemen? Want, um, of ja, of misschien nog één stapje terug. Um, want hoe, hoe, hoe was het opgroeien in, in de want jij woont uh, echt in de wijk ook, hè, in de Molukse Wijk. Um, kan je daar misschien uit die tijd misschien wat meenemen? en en het vijf... mooiste tijd van mijn leven, joh. mooiste ja? tijd van mijn leven. ja, Wij, um, wij hebben een hele samenhorige gemeenschap. Mm -hmm. Met het wijkgebouw, de stichting. Ja. Uh, maar nog veel belangrijker, de kerk die centraal staat. Mm -hmm. En de kerk is het, um, ja, het centrale punt. Daar heb je... Um, uh, ...cd's, oftewel beleidenissen. Een zondagschool. Iedere zondag met elkaar naar de kerk. Uh, maar ook hele droevige gebeurtenissen met begrafenissen en dergelijke. En ja. dat wordt altijd in... Maar je hebt ook wijkfeesten. Of, of zomerse avonden waarin iedereen Ik op straat is van jong tot oud. Ja. En... Bij ons is dat altijd zo, dat wordt altijd in grote getallen gedaan. Mm. Ja, toch? Ja, ja. En, en, en ik ben opgegroeid met jongens die, en meiden, maar met name jongens, we hebben een vriendengroep van, nou daar ben je ook onderdeel van, de, wat zijn het, 20, 30 jongeren ja. vanuit onze leeftijdscategorie? Dan heb je altijd nog een leeftijdscategorie erboven, daaronder. Ja, ja. Maar goed, onze kern was uh, 20, 30 jongens en meiden. En, en, ja, daar deed je alles mee, joh. Ik herken, dat zijn jongens met wie ik ben opgegroeid, die... Daar was ik twee, drie jaar oud. Ja. En onze tantes, die waren, zijn ook weer met elkaar opgegroeid. Ja, en daar leer je gewoon ontzettend veel. Mm -hmm. uh, je leert van met niets lol te hebben. Want het was ja. niet dat we het altijd breed hadden, mm -hmm. weet je wel. Maar we hadden het ook niet slecht. Uh, maar we wisten gewoon overal een feest uh, van te maken. En je ging met elkaar naar Molukse feesten. Je ging zaalvoetbaltoernooien uh, spelen. Je deed alles in een Molukse wijk. Ja. En uh, ja, dat vormt je. Ja, want, jij, want jij komt uit een uh, gebroken gezin dan? Hè? Klopt, nee. klopt. Hef, ja. heeft, je, heeft je dat ook nog op een bepaalde manier gevormd of niet? Nou, niet zozeer gebroken gezin. Want kijk, ik wist ja, niet ja, beter. Ik en ik dat, had, ja. Kijk, Weet je wat het is? Mijn ouders gingen op een... Ik was elf, gingen zij uit elkaar... Uh, maar eigenlijk, vanaf kleins af aan woonde ik al bij mijn opa en oma. En ja. kijk, ik was ook wijs genoeg om te zien dat het tussen mijn ouders niet werkte. Dus voor mij voelde het ergens ook als een opluchting. Ah. En daarnaast was het ook nog eens zo dat mijn ouders gewoon goed met elkaar overweg konden. Dus ik woonde dan bij opa en oma. Maar als mijn moeder me belde en zei: hey, Kom je bij mama slapen? Dan ging ik ja. bij mama slapen. Ja, en bij mijn vader ja. precies hetzelfde. Ja. En als ik belde, was dat ook prima. Sterker ja. nog. Mijn vader had het liefst. En mijn moeder ook. Dat ik bij hen woonde. Alleen mijn moeder woonde in de Molukse wijk van Moordrecht. Ja. Hoe tof ik Moordrecht ik ook vind. En hoe toffe tijd ik met die jongens ook daar heb gehad. Ik hoefde daar niet te wonen. Ja. En mijn vader woonde simpelweg buiten de wijk. En ik wilde in de wijk zijn. Ja, ja, ja. Dus um, ja... Um, was, ook eigenlijk ook, was het dan ook je eigen keuze? Dus ook was niet, ja, nee, het was oh, echt, ja, echt mijn ja. eigen keuze. Nee, dat okay. was echt mijn, nee, echt. Ik heb gesprekken gehad met mijn vader. Ja, hij, ja. hij trok me, bij wijze van spreken, van ja, okay. naar zijn huis. En mijn zusjes waren wel bij mijn vader gaan wonen. Ja, ja, ja. Uh, mijn zusjes ook met mijn moeder een tijdje gaan wonen. Maar mm -hmm. mijn vader vond het weer belangrijk dat ze in Alphen aan de Rijn op school zat. Dus ja. ging ze weer bij mijn vader. Nee, joh, ik heel graag zelfs uh, volgens mijn ouders, maar ik, ik wilde echt in de wijk zijn. Ik, ik hecht heel veel waarde aan de Molukse cultuur en aan mijn vriendengroep destijds en, uh, en nu nog steeds. En, ja. uh, ik ben daar graag en ik ben ook heel gehecht aan mijn opa en oma. Die, die namen me al van baby mee naar, uh, naar de Molukken. Ik ja. heb daar ook op de basisschool gezeten ja. uh, een korte periode. Dus, um, ja, kan je daar misschien wat meer over vertellen? Want hoe, uh, ja, ik, ik, ik was voor mij. Ik heb nu twee kinderen. Hè? Mijn, ja. dochter is, uh, mijn oudste dochter Chloe is 2,5 en, half, en mm -hmm. mijn jongste dochter is 8 uh, maanden, ja. Chelsea. Mm -hmm. Maar je moet je voorstellen, toen ik dus uh, de leeftijd van Chelsea had, ja. zei mijn opa en oma dus tegen mijn ouders: Hé, zijn hey, uh, gaat we? met ons mee. <laughs> <laughs> <Ja. laughs> gaat met ons mee naar uh, ja, Yamahoe, hoe, ja. Ja, hoe gaan mee. <laughs> maar goed, ik moet ook bij zeggen, Mijn ouders waren druk met werken, maar mm. toch, nog steeds. Ik moet er niet aan denken, joh. Als de ouders van Angela <laughs> niet tegen mij zouden zeiden van... Ja, nee, maar mee naar de andere kant van de wereld. Ja, en dan nu kunnen we facetimen, whatsappen. Ja, maar destijds niet, leuk, ja. moest je een telefoonkaart kopen van 30 gulden. Ja. En dan mag je blij zijn dat je, dat je 30 seconden met elkaar kon bellen, weet ja, je wel. Ja. Dus uh, nou, die namen me dan gewoon mee. Zes weken ja, 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 ja. Uh, uh, um, naar Indonesië. En ja. Uh, ja, daardoor heb ik de cultuur nog Ook meer meegekregen mee. natuurlijk. Ja, en de taal. Ja. En... en, en um, heeft dat je, denk je ook, hoe zeg je dat? Anders gevormd dat je dan eigenlijk door de, ja, sorry, door de eerste generatie bent tuurlijk. opgevoed, dan door de tweede generatie? Maar of zo tuurlijk, ja, tuurlijk man. Maar kijk, weet je, ik heb um, mijn ouders, maar mm -hmm. mijn opa en oma zijn ook mijn ouders. Ja. En dan had ik nog uh, vijf andere vaders en moeders. Want mijn ooms en tantes. Dat van de ja. Die waren een soort van mijn vader en moeder. Maar eigenlijk, omdat ik bij mijn opa en oma ben opgegroeid. Mm -hmm. Waren mijn, zagen mijn oom en tante mij op een gegeven moment als een jongste broertje? Je ah, wat ik Dat is eigenlijk een soort van nakomeling, want ja, ik ging met ja, iedereen ja. mee. Ja, ja, ja. En, 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 uh, dus dan heb je waarschijnlijk op jonge leeftijd ook heel veel dingen gewoon meegekregen en ik heb heel veel gezien. Heel veel, veel. Heel veel, heel veel goede dingen, weet mm -hmm. je wel, maar ook heel veel um, ja, dingen die ik eigenlijk niet had mogen Liefvrie, zien. Misschien, ja, ja. ja, weet ja. Je wel? Ben, ben je dus, daar ook snel volwassen geworden, denk ik? Heel snel volwassen geworden, ja, maar zeker als je je moeder op je 19e verliest. Dat sowieso, hoor. En. en um, ...ouders die uit elkaar zijn, weet je. Kijk, tuurlijk, ja. opa en oma en ik. Maar als je er pedagogisch naar gaat kijken, weet nee, je dan. Ja, ja, ja. dat is natuurlijk, ja. weet je, zitten haken nog. En er zit ook miscommunicatie. Wat ik zeg, niet, niet om mijn ouders af te vallen of mijn opa en oma, weet je. Maar, nee, maar, dat, maar gebeurde dat gebeurde je... op bepaalde momenten. Ik heb ook situaties gehad dat ik gewoon op school stond en er stond er niemand. Ja. Ik ja, weet nog kwart ja, over ja, drie niet, en dan ja. kwart voor vier stond ik binnen, ja. weet je. En dan was er ja. een miscommunicatie tussen okay, mijn ouders ja, en mijn ja, opa en ja. oma. En wat deed het dan met je? ja, dat doet pijn, man. Ja. Want ja, jij, jij staat daar, je wil naar huis. Mm. Je hebt de hele dag op school zitten en ja. je bent alleen op schoolplein. En so. dan, uh, dan, um, dan moet jij naar binnen en dan moet, uh, dan moet iemand je opkomen halen. Of dan was er een miscommunicatie in de ochtend mm. en dan moest mijn oma mij uh, lopen, uh, met mij lopen naar school of met de taxi naar school brengen. Want dat was het ook, dat, heeft, dat zijn ook weer keuzes die mij gevormd hebben. Kijk, mm. dat hoorde ik bijvoorbeeld ook in dat interview met Joshua dat, en dat herkende ik heel erg. Uh, ik ben ook de enige geweest binnen onze vriendengroep. Je had samen op weg, vlakbij de Molukse ja. wijk. Ja. Maar ik mocht daar niet naar school. Ja, ja, ja. Ik moest naar een andere school oh, ja. over de Alverse Brug. Ja. Dus daar kom je niet, ah, Normaal maar op, okay. dat is niet ideaal. Nee, klopt. Het ja. is, is gewoon een half uur lopen. Ja. Zeker met je omaatje, weet je wel. En, hmm. en, en... en voor mij waren in die tijd ook de. de openbaar vervoergelegenheden en zo, dat was een beetje. Nee, dan moest ze taxi de bellen. Ja, ja. Dus als ik echt, als we echt goede miscommunicatie hadden, nee, echt al dan, ja, dan echt. moest ze taxi bellen ja, en dan moest ik, ja. okay. en dan ja. zag ik haar dat geld uitgeven nou. en dan zag ik ook, ja, zij werd, voelde zich natuurlijk ook prettig bij, want ze wist dat dat niet de bedoeling was. Mm -hmm. En dat soort dingen krijg je dan allemaal ja, mee. Nee, okay. Ja, weet je, dat, uh, dat, dat vormt je natuurlijk wel, weet je wel. En, maar dat, wat, wat dat neem je mee, maar ja. je moet er ook bij zeggen, die bagage... Mm -hmm. Die je meeneemt. Je men krijgt jou daardoor ook niet heel snel. Ja, klein. Klopt, ja. Want als ja, ik ja. bijvoorbeeld met Angela spreek over hmm. bepaalde dingen uit mijn, uit mijn jeugd. Ja. Of uit mijn leven die ik heb meegemaakt. Dan kijkt ze me echt met open mond aan. Ja, Want ja, Angela ja. is zeg maar. Ik zeg altijd voor de grap. Angela is Alice in Wonderland. Ja, alles was goed. Ja, 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 er okay. kwam niks tekort, <laughs> weet je. Ja. Niks geks meegemaakt, weet je. Dus ja, dat. dat ja, ja. ja, daar hebben we natuurlijk wel eens gesprekken over ja. gehad. En situaties waar. Maar dat vind ik ook een van de mooie dingen, zeg maar, in jouw verhalen. Dat is ook eh, waarom ik ook gevraagd heb uh, of je je verhaal wilde doen. Was, um, nou ja, datgene waar je mee begon, zeg maar. Dat heb je tot nu toe allemaal op weten te bouwen. Ja. En, um, en, en je hebt die kruispunten in jouw leven, zeg maar. Wat, wat ik, hoe ik dat interpreteer, uh, uh, van wat ik meekrijg, zeg maar. Mee ja. Is van, um, dat jij gewoon genoeg punten in je leven heb gehad om je achter te verschuilen om even Zeker. zo te zeggen om in een slachtofferrol te gaan, Zeker. Dingen, alles wat jou is overkomen om even zo te zeggen, ja dat had je ook makkelijk uh, de andere kant op kunnen, kunnen leiden om even zo te zeggen, en je hebt er toch voor gekozen om uh, uh, ja dat wat je nu hebt opgebouwd, dat heb je toch dat is dat is je toch gelukt om even zo te zeggen. Um, maar voor mijn gevoel wat, niet hè, voor mijn gevoel voor niet, God. want ik snap dat anderen dat, ja, ja. andere dat zo uh, ervaren, mm -hmm. maar je moet je voorstellen um, als ik aan mijn moeder beloofd dat ik mijn school afmaak. Kijk, ja, mijn, mijn verleden, vader bijvoorbeeld, ja. die. Um, um, ja, dat moet ik helaas bijzeggen. Mijn vader is drie maanden geleden helaas ook overleden. No. Um, dus dat heeft voor mij nog meer lading mm -hmm. um, om, om, om dit zo uit te leggen. Maar ja, weet je, maar. Mijn vader, die um, had bijvoorbeeld veel liever dat ik ging werken. In plaats van studeren. In plaats van studeren, mm. omdat. Ik deed mijn mbo, maar ik was niet, laat ik zo zeggen, ik was niet um, de ideale student. Op de hogeschool van Amsterdam noemde mijn uh, studieloopbaanbegeleider me altijd de onzichtbare student. Ik was <laughs> daar wanneer ik mijn punten moest halen, ja, maar, ja, ja. Okay. Weet je, maar dat was ook wie ik ben. En, mm -hmm. en, en, maar ik had, ik had beloofd dat ik mijn studie ging halen, niet alleen aan mijn moeder, maar ook aan mijn opa. Maar mm -hmm. mijn vader die twijfelde eraan, dus die zei van ja... College geld, wie gaat dat allemaal betalen? Nee. En als ik zie hoe je MBO deed, was ook niet om over naast te schrijven. Dus, ja, ja. dus ik HBO geloof er niet in, die... ga maar gewoon werken. Ah, okay. Dus toen moest ja. ik het ook nog eens aan hem. het. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk heel heftig. Weet je, als je als ja. kind. Want eigenlijk zegt je vader tegen je, ik geloof niet in jou. Natuurlijk ja. geloofde hij wel in mij. En toen hij eenmaal zag dat ik serieus met mijn studie bezig was, toen zei hij tegen me: van... Hé, hey, mm -hmm. ik ben zo trots op je, ik hoef me nooit meer druk om jou te maken, ja. want je hebt je papiertje. En uh, weet je, ja. ik kon niks meer stuk doen bij hem op dat moment is dat heel heel heftig dat je moeder net mee. weg ja. uh, hij zegt van ja je gaat het niet voor elkaar krijgen dus stop er maar mee ja. uh, maar ik, ja, nogmaals, ik had het beloofd dus ik moest het doen en, en ook aan mijn opa weet je. Mijn, mijn opa die heeft gewoon bepaalde kernwaarden die hij altijd op mij heeft uitgesproken ja. je moet je voorstellen als ik een succesje had, hmm. ik had uh, we hadden met die jongens toen gewonnen of we hadden wat bereikt met een organisatie binnen een uh, binnen de Molukse gemeenschap, dat we een feest hadden georganiseerd... of weet ik wat dan ook, ja. ging hij altijd met me lachen. En toen haalde hij me altijd weer terug met beide benen op de grond. Want hij zei altijd tegen me van... Hey, denk aan je school, uh, denk, uh, vergeet het geloof ja. niet, ja. denk aan God, weet je. Mm -hmm. uh, uh, hormat orantua, oftewel ja. heb respect ouderen. voor ouderen. Ja. En um, um, denk ook altijd terug aan waar je vandaan komt met Iyamahu... oftewel de okay, Dus die vier hoor. kenwaarden... Ja. Ja, dat is voor mij gewoon. Uh, Daar hou je vast. Voor. voor de rest van mijn leven, ja. in alles wat ik doe, in, in 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 de opvoeding naar mijn kinderen, in 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 alles. Ja. Snap je? Dus voor mij is het niet. Het is niet van dat, dat, dat ik had geen andere keus. Snap je wat ik bedoel? Ja, zo bedoel je. Ja, dat is mooi, man. Mooi dat je dat zo uh, in perspectief plaatst, ja. zeg maar. Want heb jij... Um, uh, wat, was het moeilijk? Want je gaf aan, hè, inderdaad, feesten, s'avondsboten, enzovoort. Ja. Was het daar, was het, was het wel, had je ook momenten waarvan, ik da waarvan je dacht: van, pff, moet ik het toch weer doen? Of juist niet vanwege de, ook, die drive? Nee, nee, of, voor, door die drive. Maar weet je vind ik wat ik ook wel mooi vond? Ik heb, kijk, onze vriendengroep, ik was een van de jongsten. En, ja. Maar ik bleef studeren. En wat ik echt tof vond aan die jongens, en nog steeds. Is dat ze, je hoort wel eens in een vriendengroep, weet je, dat je, je moet bewijzen, groepsdruk, of dat je groepsdruk. En moet je, Maar ik kende dat niet, man. natuurlijk uh, mm -hmm. ja, groepsdruk. Soms testen ze me wel een ding. <laughs> dat is, ik zo'n ja. grappig ding. We gingen wel eens. Uh, Um, inbreken in de stichting. Weet je, om, nou, inbreken klinkt heel zwaar, maar moet gewoon... Vastgelegd, hè? Wat ja, we, nee, 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 maar gewoon frisdrank nee, te, nee, te nee, pakken, nee, maar nee. gewoon puur voor de lol en uh, dingen, weet je. Of een beetje trappen tegen het stichtingsbestuur, weet je. Een beetje, ja. een beetje treiter op onze manier. Maar mm. die jongens weten dat ik daar niks van moet hebben. Ik ben ja. helemaal niet zo. Maar dan gingen ze me wel... Ja. Ja, van, ja, doe, de, jij, de, doe jij nu. Doe jij, doe jij, doe <laughs> ja. Maar ze wisten al hoe ik ging reageren. Ja, ja. Maar, ook, eh, maar ook omdat ze gewoon weten hoe ik ben. Dus als ik moest studeren bijvoorbeeld, ja. dan... Dan uh, gingen we tot s avonds laat spelen en uh, voetballen, moet ik eigenlijk zeggen, weet je, of mm. gewoon chillen buiten. Ja. Maar dan werd het tien uh, uur, elf uur en ik heb altijd sowieso druk nodig als ik een tentamen nodig heb of wat dan ook, als ik een prestatie moet leveren. Dus dan begon ik altijd die avonden daarvoor. Maar dan zeiden ze altijd uh, van, hé, hey, uh, je moet toch leren? Ik zei, ja, ja, klopt, maar ik ga, ik ga zo, ik ga zo. En, en dan, dan ging ik uiteindelijk en dan ging ik studeren, hoorde ik hun buiten lachen, weet je wel, voetbal of wat dan ook. Ja. Maar ja, dan was het drie, vier uur s'nachts en dan kwamen ze wel even fluiten beneden nee. en dan vind je van hey, hey, ken je het al, ken je het al? Oh, hey, hoe laat hey, heb hey. je morgen? Hey, succes, succes, hey, hoe laat ben je dan terug, weet je? En, en zo deden ze het met alles en ook als er echt iets was, weet je wat, ja, bepaalde dingen waarvan wat ze niet bij me vonden passen of waarvan ze sowieso mm. hadden van hé, hey, dat hoort niet bij jou, moet je niet doen. Dan waren ze ook altijd, dat weet je, ze zijn altijd heel streed weet je, ja. van hé, hey, moet je niet die doen, doet, maar je bent met dat bezig ja, en ja. Ja. jij moet gewoon ja. daar zijn op een bepaald moment. En ja, dat heb ja, ik altijd zo ervaren. Die valkuilen wat je was vaak in andere groepen hoort. Ja. Dat was voor jou uh, gingen die boys ook gewoon jou motiveren om nee, juist jou jouw dingen te gaan doen. Nee, stel me Zij, ja, weet je, mooi, dat, mooi. dat is het mooie ook dat, dat uh, waar ik nu ben. Mm -hmm. Die, uh, weet je, en niet om mezelf op de borst te kloppen, weet ik wat ook want ik heb er kaart voor moeten werken. En, maar voor mij was dat wel een bepaalde vorm van druk, omdat zij benaderen ja, mij altijd, en dat doen ze op bepaalde momenten nog steeds, van... Ja, jij, jij gaat daarheen, uh, jij ja, gaat dit bereiken, ja, ja. dus jij moet laten zien. Dus ik wil hun ook niet teleurstellen op bepaalde ja, momenten, ja, snap okay. je? Ja, 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 ja. Dus dat... Uh, ja, dat was het dat voor het Dat is een positief effect wat het op mij heeft gehad. Ja, oh nice man. Heb je ook wel eens gehad dat uh, uh, het loopt zelfs soms ook tegenaan van, dat je dan wel eens ook mensen moet teleurstellen. omdat je het groot druk hebt en jij je, en je, ja, je moet ja, maken om zo te zeggen. Kijk, dat is weer de andere keerzijde. Kijk, Ik, ik hou me natuurlijk met. Ik, kijk, ik heb um, dingen meegemaakt. Ik ben bijvoorbeeld ook werkzaam uh, geweest bij een Life After Football. Nou, alle. Ja. Alle mooie elementen uit het leven komen daar tot uiting. Uh, mijn klanten waren van een Bentley tot aan een Rolex en alles wat daartussen zat. Mm. En ik, op een gegeven moment in mijn periode dat ik aan het pionieren was... Yeah. Um, was ik ook op interim basis... Uh, eerst was ik in loondienst en later was ik op interim basis... was ik live voetbal aan het uh, uh, opzetten in het okay. buitenland. Dus ik was ook veel aan het reizen. Ja. Yeah. Um, maar ik, ik merkte een van de redenen waarom ik in Amsterdam ging studeren. was ook dat ik op een gegeven moment in de gaten kreeg van dat mijn wereldje. hoe erg ik het ook naar mijn zin heb. weet je, in de wijk. En mm -hmm. uh, uh, deze vriendengroep, die ga ik nooit meer verliezen. want al spreek ik ze drie jaar niet. en ik spreek ze opeens weer. Zo, ja. net zoals ik ze gisteren weer heb gesproken. jij ja. herkent dat denk ik ook wel. Ja. Maar ik merkte wel aan mezelf dat ik meer nodig had. Dus ik moest mijn horizon gaan verbreden, letterlijk en vergulen. Ja. Daarom ging ik in Amsterdam studeren. Ik ga bijvoorbeeld ook in Leiden gaan studeren, ja, weet je Maar ja, ja. ik moest nieuwe mensen ontmoeten, ik moest nieuwe inzichten krijgen. En um, op een gegeven moment ga je dat thuis proberen te brengen. Weet je als ik bijvoorbeeld een toffe deal had gesloten... of ik was in Zwitserland geweest... of ik, ging, uh, ik had nieuwe mensen ontmoet in Amsterdam, weet je... leuke dingen meegemaakt, dan moest ik dat thuis brengen. Maar dat kon niet altijd, want... Ja, zij zaten in een hele ja, andere, andere flow. Ja, 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 ik snap wat je en ja. waar, je ook, waar je ook een hele andere. Heeft niks met uh, niveau of zo te maken. Nee, ja, bij zo'n andere frequentie. Ja. Ja. Snap je? Ja, ja. En ik zit zo'n zol op een andere frequentie. Um, <laughs> <laughs> dus, dus, uh, dus op een gegeven moment kwam ik dan ook in situaties terecht. Dat ik bijvoorbeeld nieuwe mensen had toegelaten in mijn omgeving. Ja. Uh, zakelijk en privé liep dwars ja. door elkaar. Ja. Maar ook zakelijk gezien. Ik, ik noem altijd mijn oma als voorbeeld. Kijk, het liefst ben ik elke dag in de wijk bij mijn oma. mijn oma leeft gelukkig nog, godzijdank. Hmm. Maar dat kan al niet meer. No. Dus denk ik, nu zit ik in een situatie, ik heb mijn eigen zin, ik heb mijn bedrijf, ik ben met mijn doelstellingen bezig. En ik zie mijn oma één keer in de week. No. Snap je? Dus nee. laat staan mijn vriendengroep. vriendengroep. Ja, ja, dus op, ja. op een gegeven moment kwam ik ook in de situatie dat ik hen, ik denk, als ik namens hen mag praten, dat ik ook hen een beetje het gevoel gaf van hé, hey, hij heeft, met andere ja, dingen bezig. Hij vindt ons niet meer belangrijk. Maar dat was het helemaal niet. Weet je wel? Nee. Het is, het is gewoon, Ik moest doen wat noodzakelijk was. Even serieus. Om, zeg maar gewoon je target halen. Om, ja, maar target om je halen. Je maar halen. ook gewoon, kijk, weet je wat het met, met, met een doel halen is? Je moet offers maken. No. En een van die offers maken betekent: ik ben niet liever in Amsterdam omdat ik uh, liever in Amsterdam ben dan in de wijk. Nee, ik ben in Amsterdam omdat ik daar moet zijn. Nee, ja. ja, wat je zegt, je, hebt, je kan je tijd maar één keer benutten. Kom maar, één Kom maar, keer. Ja? En zeker, ik draag de verantwoordelijkheid alleen al met Status Pro intern, 15, 16 mensen, ja. uh, externe mensen die uh, uh, via ons aan het werk zijn, Uitzendkrachten, gedetacheerde bij ons opdrachtgevers. Uh, dat zijn er 25 tot 30. Uh, onze flexibele ja. schil, dat zijn er ook weer 15 mensen. Dat uh, dan niet als heb ik het nog een 40-uur werkweek <laughs> dat sowieso niet. Ja. Je moet je voorstellen hoe mijn dagen zien. Als ik dat wel eens aan mensen vertel, dan denk ik: van die gast is gek joh. Ja, Weet ja, je, ja. Ik, ik, ik ben op 9 uur op kantoor, ik kom 6 uur thuis mm. en dat doe ik bewust omdat ik dan met mijn kinderen kan eten en hun naar bed kan brengen. Want No. Om acht uur liggen ze op bed en dan zien ze niet dat ik weer weg ga, weet je wel. Want ja, dan ga ik terug ja, ja. naar kantoor okay. of ik zit boven op mijn werkkamer. Mm -hmm. En dan werk ik tot twaalf, één uur. En dat is eerder regelmaat dan uitzondering. uitzondering ja. Ja, ja, ja. En op, ik ben standaard of op zaterdag of op zondag kantoor, liever op zaterdag. Mm -hmm. um, dan dus heb je ook geen tijd om uh, buiten even een balletje te gaan trappen, om, uh, zo te zeggen. Nee, nee, nee. En, en dat is nu, nu we hier staan, maar in de periode dat ik het allemaal nog moest gaan verdienen... en dat ik het allemaal nog moest opzetten... En toen was ook geen corona, moest ik natuurlijk ook veel uh, ja, buiten het, het huis ziens. zijn. Ik ja. moest ook heel veel reizen. Ja, ja, ja. Dus ja, daardoor kom je. Dan ben je al lang blij dat je thuis bent. Ja. Dus, uh, en toen kreeg je ook nog een serieuze relatie. Uh, mm -hmm. uh, waar je, waardoor je je partner natuurlijk ook uh, ja, dan leer je elkaar kennen. Je, je gaat de wereld ontdekken samen. Het kost We zijn samen tijd ook heel het kost allemaal ja. tijd. Dus je moet dan allemaal tijd uh, indelen kiezen. Ja, dus dat is de andere kant van de medaille. Ja. En je kan ook niet. Je zegt net tegen jouw paradigm shift. Ja, dat, kan je, dat zijn onderwerpen die je niet met iedereen kan bespreken. Nee, precies. Ja, klopt. Dus dan moet je voor jezelf ook weer gaan ontdekken: van... oké, okay, wat kan ik met Pietje bespreken? En mm -hmm. wat kan ik met Hans bespreken? Ja. Ja, dat, dat zijn allemaal dingen, dat, dat, dat kost gewoon tijd. Ja dat, ja, dat ken ik ook wel. Van, Want je bent eigenlijk constant aan het, uh, hoe het manoeuvreren tussen verschillende werelden heen, ja. in, zeg maar. Ja. En wat je zegt, telkens een andere frequentie. Ja, uh, ja en daarin, uh, ja, je noemde het net. Brengen. daarvoor ja. probeer je alles zeg maar, in één bepaalde... Ja, ja, hoe zeg je dat, hè? Want uh, waar je ook voor moet uitkijken dat... is dat thuisbrengen... Eigenlijk is het vanuit mijn positie... En dat hoor je vaak met mensen die onderweg zijn, laat mm. ik het zo zeggen... Eigenlijk wil je thuisbrengen doen bij iedereen... Maar waar je op ja. een gegeven moment achterkomt, Klopt. is dat je kan dat niet kan bij ik. iedereen nee, thuis. Kan breken, want niet kan iedereen ik. zit op te wachten. Nee. Niet iedereen Klopt. begrijpt jou. Ja. Ja. Weet je, dus je voelt je ook als ondernemer. Lees maar eens boeken van ondernemers of artikelen op internet. Mm -hmm. Heel veel ondernemers, en daar ben ik er één van, ja. Ja, die voelen zich uh, heel vaak onbegrepen. Ja, ja, ja. Ja, want hoe als jij. Want um, uh, nou, we, we focussen echt ook vaak op de, de positieve dingen. En, ja. en, en wat je tot nu toe verteld hebt is uh, erg inspirerend. Um, kan, kan, je, kan je ook eens een, 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 een tijdsperiode misschien uh, uh, vertellen dat het misschien minder ging? Of dat je het niet zag zitten? Ja, tuurlijk. Of wat dan ook? Nou, niet zag zitten. Het was gewoon meer dat het moeilijk was en ik heb er echt slapeloze nachten van ja, gehad. Kijk, okay. weet je waar ik ook in geloof? En dat heeft ook weer. Uh, Komt Alles kom in de basis, weet je wel, met, met opvoeding, cultuur, ja. et cetera. Kijk, ik heb bijvoorbeeld nooit geleerd om met geld om te gaan. Ja. No. Dus no. sparen... Ja, we kennen allemaal die uh, lange kokers, weet <laughs> je ja, wel. Ja, ik kwam bij vriendjes. Ik zat op een, uh, een, 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 een school waar ja. het merendeels van Hollandse kinderen op zaten. Dus dan ja. kwam ik bij vriendjes... <laughs> En dan ja, en, en, en zag je die kokers, weet je, knaken, guldens erin. Ja. dacht ik, zo, dat wil ik ook. Dus ik zeg tegen mijn moeder: ik moet zo'n koker hebben. Ja. Nou, zij kopen. Maar bij mij was dat slotje altijd kwijt. Dus als die jongens weer, uh, oh ja, als ik weer met die jongens wat leuks wilde doen. Ja, dan kwam was die, die koker de dupe. Dus uh, mm. nou, dat heb ik echt, echt serieus moeten leren. Dus op een gegeven moment ga je ondernemen en dan ga je leren, als je een beetje succesvol bent, dan ga je opeens best wel veel geld verdienen. Ja. Nou, wat ging ik doen als ik heel veel geld ging verdienen? Dan ging ik op reis, ik ging de mooiste spullen kopen, uit eten, mm. weet ik het wat. Ja, ja, ja. Nou, in die periode heb ik dat dus echt gedaan. En uh, toen was het geld op en toen kwam de Belastingdienst. Nou, oh, hoor je ook van. Ah, oké. Okay, ja, en ja, dat ja. was qua ondernemers, uh, ondernemerschap mijn paradigm shift, want toen moest ik opeens een serieuze rekening betalen. Echt waar je. Dus <laughs> mm. ik kan nu erover terug, dan denk ik nog steeds maar zo: wauw, weet je wel. Nee. Maar in die periode leer ik, leerde ik ook Angela kennen. En okay. Angela die kwam toen bij mij wonen. Mm -hmm. Dus toen woonde ik op mezelf. Ik had net. Dat is ook weer hoe ik ben. Weet je. Ik had, ik, ik had mijn laatste werkgever. En in de laatste periode van mijn laatste werk ging ik een huis kopen. Want ik dacht van. Oh, ik ja, heb die werkgeversverklaring heb die dingen, maar, nodig ja, ja, klopt. toch? Want als ik voor mezelf. dan weet ik niet wanneer ja, ik naar ja, huis. Ja, en iedereen ja, zegt. Ja. Hey, je moet investeren in vastgoed en je moet een huis kopen. Want <laughs> achteraf gezien ben ik blij dat ik dat gedaan had. Ja. Weet je wel. Maar mm -hmm. ik had dus een hypotheek die ik moest betalen. Ja. Angela kwam bij me wonen. Ik ben natuurlijk het mannetje, dus ik wil haar nee. overal mee naartoe nemen. Nee. Ja. Maar ja, ik moest ook die, de belastingdienst betalen. Ja, en dat was voor mij ook echt het moment, weet je, dat ik um, ja, orde op zaken moest stellen. En ook moest leren, strenger moest zijn voor mezelf. Ook leren hoe ik met geld om moest gaan. Mm. En uh, Heb ik het best moeilijk gehad. En, 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 want dan zit je ook nog de uh, onderwerpen waar ik het net met je had over, over had: dat je identiteit verandert. Ja de wereld wordt voor jou groter, ja. je moet dingen thuisbrengen. brengen, lukt niet altijd, ja, de afstand ja. met je vriendengroep wordt groter en mm. met, ook met andere mensen, want het is niet alleen vrienden, ook familie hè? moet je niet vergeten. Ja. Dus dus um, en, en ja in die periode uh, dan zit je dus heel erg met jezelf, mm -hmm. dan, 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 dan moet je dat uh, daarmee om uh, zien uh, te gaan en dan uh, zit je in een berg geld uh, te kijken die je moet goed uh, maken en uh, ja dan moet je dan moet, je, ja, dan moet je uit een ander vaatje gaan tappen. En dan is het do or die. Ja, oké. Okay. En toen heb ik echt uh, uh, orde op zaken gesteld. En uh, ben ik met mezelf aan de slag gegaan. Want je, je gaf net aan dat je onder druk eigenlijk het beste presteert. Hè, met dat tentamenvoorbeeld. Ja. Denk je dat dit ook echt een punt... Ja, hoe zou zeggen dat? Dat je het ook echt zo ver gedreven werd dat ja, je op een gegeven moment echt moest? Nee, weet je, wat, je waar anders? ik ook in geloof? Ja. Kijk, tuurlijk, je hebt mensen die gewoon een bepaalde structuur hebben niet beter weten. Mm -hmm. Maar goed, die hebben weer andere valkuilen, maar normaal gesproken ja. kunnen zij dat soort dingen doen. en kunnen. Maar waar ik in geloof is dat je soms moet je gewoon op je neus gaan. Ja. Weet je? En dan moet je het gewoon ervaren, hoeveel pijn dat doet, en dan ja. weet je van, oh, ik moet even echt... iets voorzichtiger zijn. En zeker met een, met een groot uh, begrip als ondernemer, je eigen zaak, de verantwoordelijkheid dragen over personeel, mm -hmm. uh, weet je, dan moet je echt volwassen zijn en, en dan, dan moet je het soms kwaschiks uh, uh, leren. Ja. Soms goed schiks. Dat ligt een beetje aan de persoon. Maar ik geloof erin dat iedereen die onderweg is geweest en succesvol is, dat iedereen wel op een bepaalde manier een paradigm shift heeft gehad. Ja, ja, ja. ja dat uh, geloof ik ook zeker. Ja, toch? Want, en, en dan hebben we het over jou gehad als ondernemer. Als, uh, uh, nou, als, 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 als kind bent opgegroeid en zo. En hoe, uh, hoe ben je eigenlijk als family man? Dat is ook een nieuwe fase dan. Uh, ja, ja, zo, family man. <laughs> of zie je het uh, als family man? Het ja, jezelf, zeker, sorry. zeker. Nee, zeker. Ik ben zo'n zo familie man. Alleen, ik benader het anders. Yeah. In de zin van... Um... Kijk, bij mij werkt het zo. Ik moet me voor mijn gezin zorgen. Yeah. En als dat betekent dat ik buiten ben, dan ben ik buiten om voor mijn gezin te zorgen. Ik ben niet mm -hmm. de type vader die vindt dat hij iedere dag om half zes thuis moet zijn om met de kinderen yeah. aan tafel te eten. Als het kan, heel graag. Yeah, yeah. Weet je wel, maar ik, ik ben iemand die nu. Ik werk het snot voor mijn ogen. Mm -hmm. Om ervoor te zorgen dat ik een, mijn kinderen een leven kan bieden. En ook hier zeg ik er weer bij: Weet je, het gaat echt niet om materialisme, geld, et cetera. Maar ik wil dat mijn kinderen kinderen van de wereld worden. Dus ik wil vaak oh, met ze op reis. Oh, zo ja. Yeah, yeah. Maar ik wil ook: Dat is iets wat ik zelf niet heb gedaan. Ik wil ook dat mijn kinderen in het buitenland studeren. Mm. Als mijn dochter straks zegt: Ik wil op kamers in Amsterdam. Ja. dan wil ik dat voor haar mogelijk kunnen maken. Maar ik wil ook haar het voorbeeld geven. van dat door hard te werken, door offers te maken. dat zij alles kan bereiken dus, wat ze willen. Ja, dat alles gewoon mogelijk is. Ja, toch? maar ook dat dat, dat dat simpelweg ook de. Um, voor mij is dat de essentie van het leven. Mm -hmm. Omdat. Als ze dat niet zouden doen... Uh, nee, nee, ik moet het anders zeggen. Het moment als ze dat doen... Dat ze daardoor ook... Ild uh, kweken. Ja, ja, ja. Weet je wel? wel. Want ja. dan gaan ze de levenslessen... Veel beter tot zich kunnen nemen. Ja. Kunnen ze daar beter mee omgaan. En als en ze dan tegenslagen op een pad krijgen... Als ze tegenslagen ze op een pad krijgen. Vinden. Juist. Ja, 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 en daarin... Ik ben altijd ook op kantoor uh, met mijn collega's. Ik ben geen type manager en zo zie ik mezelf soms ook thuis. Mm -hmm. Dus manager, ik wil alles managen, <laughs> ik ben een ja. leider. Weet je, okay. zo, ja. Ik ben wat dat betreft misschien een beetje ouderwets. Mm -hmm. um, uh, maar goed, dat, dat is nou eenmaal zo. Um, ik ben iemand, ik doe uh, lead by example. Nou, dus op kantoor ook. Ik ben niet iemand die zegt: jij moet dat doen, nee, jij moet dat, jij moet zus. Nee. nee. Dan wil je het liever gewoon laten zien. Ik laat het zien. Ja. Ik laat zien hoe hard ik werk, ja. hoe, wat er voor nodig is om succesvol te zijn. Ja. Ik laat zien hoe ik denk dat we met z'n allen succesvol kunnen zijn. Ik mm -hmm. probeer draagvlak, draagvlak te creëren binnen het team. Ja. En dan proberen we samen, samen successen doen. te realiseren. Yeah. Weet je, zo, uh, ja. en zo, zo zie ik ook mijn rol als, uh, als vader. Ja, een van de dingen van het tech team is uh, de gedachte dat iedereen gewoon een talent bezit. Klopt. En heel veel mensen weten niet, uh, misschien weten ze nog niet wat het is, of ze weten wel wat ja. het is, maar ze doen er niks mee. Of Juist. ze weten niet hoe ze nou, weer naar het volgende niveau kunnen komen. Juist. Wat, wat, wat zou jij als uh, boodschap uh, zeggen voor die mensen? Um, Luister uh, naar je hart wat je echt wilt. En succes is voor de een anders dan voor de ander. Ja. Kijk, wat mensen ook vaak doen, is dat ze hun succes gaan spiegelen aan wat een ander ziet als een definitie je, ja. van succes. Ja, 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 nou, dat ja. is het eerste wat je los moet laten en je moet no. erg bij jezelf te raden gaan. Ja. Want wat ik, waar ik ook in geloof, is dat men. Het doet echt niet lang te duren. Sommigen zeggen: weet je, Als mensen tegen mij zeggen, ja, ik ga even. Uh, wat wil je bereiken? Ja, ik wil dit, maar ik ga nog even drie maanden over nadenken en oh, straks je. met meer. Ja, dan haak ik al af. Ja, ja. Want ik, ik heb zoiets van. Um, en natuurlijk, soms probeer ik nog even wat vragen te, uh, mm -hmm. te stellen om wat, wat diepgang daarin te creëren, maar waar ik in geloof is, als je gewoon een moment voor jezelf pakt, en tuurlijk moet je een dag nemen, moet je een dag nemen, moet je twee dagen, moet je twee dagen, maar je moet dat wel op, op, binnen een redelijke termijn kunnen doen, ja. je denkt na en je komt tot jezelf je denkt van oké, okay, hier word ik gelukkig van. Voor de een is dat een bedrijf opzetten. Voor de ander is dat welzijnswerk. Ja, ja. Voor, de, voor weer iemand anders is dat mantelzorg. Ja, ja. Voor de ander is dat uh, hobby. Uh, ik, uh, ik zeg maar wat: hardlopen of uh, mm -hmm. uh, stereotoren verzamelen. Ja. Ik weet het niet. Is, ja. Maar je moet gewoon doen waar je gelukkig van wordt. Ja, ja, ja. Weet je wel? En en ook daarin komt dat principe high potential of MVP uh, naar voren. Kijk, als jij als uh, bijvoorbeeld als vrouw zijnde Um, als je als vrouw zijn gelukkig wordt om voor het gezin te zorgen... Mm -hmm. en, en, en ervoor te zorgen dat alles goed thuis geregeld is... Ja. En, en van daaruit je dingen doen, een, een hobby erbij te pakken... Ja. die je thuis kan uitoefenen of uh, zo nu en dan met je vriendinnen... dan is dat het verhaal. Dan, dan goed, ben je succesvol. Uh, ja, dat kan het goed. Jouw definitie van succes zijn. Dan, ja. ja, maar ook die van mij dan. Nee, Want nee, als, nee, jij, als ik zie dat jij er alles voor doet... en je bent er echt, echt gelukkig door... Ja. Weet je, en je inspireert anderen ook door dat zo te doen. Want wat je dan vaak ziet bij ja. dat soort type moeders. Ja. Die, die trekken ja. andere moeders aan. Van, hey, maar hoe doe jij dat dan? Ja, 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 ja. Snap je ook ja, bedoel? Ja, klopt. Dus, en, en dat is volgens mij de definitie van succes. Ja, dat je dus niet... Um, je hebt geen algemene maatstaven daarvoor. Nee, of, het is persoonsgebonden. Iedereen, iedereen, ja. iedereen wordt op een andere manier getriggerd. En gelukkig. En vindt andere dingen belangrijk. Mm. Okay. Dat is gewoon echt uh, maatwerk. En dan nog één. Kijken, nog één ding waar ik nog naar benieuwd ben. Wat is jouw, want je hebt nu al heel veel dingen al gedaan en gezien. En wat, ja, wat is jouw ultieme droom als alles mogelijk is? Zeg maar? of, of waar alles is zo je nog naartoe? Nee, alles is zo mogelijk. Ja. Um, en ik ben nu gewoon simpelweg bezig met de volgende hoofdstuk in ons verhaal. Per ja. um, 1 januari 2021 uh, is Status Pro ook een franchise organisatie. Okay. Um, wij gaan we hebben al twee franchise ondernemers aangesloten. Dus dat betekent dat we een kantoor gaan openen in Berg-op-Zoom en één okay. in Amsterdam. Naast dat we er al eentje in Alphen en eentje in Groningen hebben. Ja, ja. Um, ik wil daarnaast ook organisch groeien op ons hoofdkantoor met meer mm -hmm. uh, recruitment consultants onder andere. De, hoofd, dus de omvang van het bedrijf moet groter worden. Hoofdkantoor is Alphen dan? Hoofdkantoor is Alphen. Ja, yeah. okay. uh, met Status Pro Sport uh, begeleiden we al een aantal hele interessante voetballers. Uh, ja, en gezien, um, uh, daarin willen we. Ik wil gewoon als zaakbenemer, wil ik me meten met de top. En ik wil ook mm -hmm. uh, uh, tot het topsegment van zaakbenemers gaan behoren uh, binnen afzienbare tijd. Okay. En um, uh, wat wij daarnaast doen is, um, ik wil ook een, een, een brug creëren tussen Nederland en Indonesië. Okay. Nou, ook hier komt weer uh, mijn cultuur, mijn achtergrond, et cetera. Oh, ja. ook omdat, kijk, als ik dat allemaal weg zou stoppen, de, Nederland en Indonesië hebben zo en zo al een, ...historische band met elkaar. Ja. Ja. Um, dus ik zie daar heel veel mogelijkheden in. En uh, dat is ook de reden waarom ik betrokken ben bij maatschappelijke projecten... ...zoals Visit Amon 2020. Ja. Wat helaas niet door heeft uh, kunnen gaan in verband met COVID-19. Ja. Um, maar wat wij doen met Staatspro Sport bijvoorbeeld... ...is dat we uh, niet alleen werken aan de sportieve carrière van onze cliënten... Mm -hmm. ...maar ook aan hun ambities buiten het veld. Nou, een van de spelers die wij begeleiden is Mark Klok. Mm -hmm. uh, Mark Klok is, uh, hij wordt gezien als de David Beckham van Indonesië. Hij is speler van Precisia Jakarta, okay. van Nederlands origine. Uh, maar hij is genaturaliseerd tot Indonesië de afgelopen maand. Yeah. Waardoor hij ook gaat spelen voor het nationale elftal van ja, Indonesië. Ah, okay. Maar Mark is een ondernemer. Yeah. Uh, en um, ik heb altijd de ambitie gehad om te gaan ondernemen in Indonesië, yeah. en met name in Jakarta. En we hebben deze. Uh, ik, als ik in Indonesië ben, dan ben ik thuis. Ja, ja, ja. Weet je, en ik ben thuis in zo en zo in de Molukken en mm -hmm. op Ambon en op Yamaho, maar ik voel me ook als een vis in het water in Jakarta, ja. omdat ik daar, ik kan de taal spreken, uh, de Indonesië is een van de grootst opkomende wereldeconomieën van de wereld. Uh, ik kan me goed vinden in de gastvrijheid, in mm. de mentaliteit van de mensen. Uh, ik wil daar ook vroeg of laat gaan wonen. Uh, mm -hmm. Zij het tijdelijk, zij het um, uh, uh, zakelijk. Ja. En ik heb nu samen met Mark een bedrijf opgezet in Indonesië. Okay. Um, waardoor wij in Jakarta een team hebben samengesteld. We hebben daar een team van uh, vijf, zes mensen die werkzaam zijn. Okay. Um, waarin we onze eigen. Eigenlijk, het is eigenlijk de personal branding van Mark. Ah, ja. Mark Klok staat voor MK. Yeah. En we hebben MK de Label als brand. Mm -hmm. En MK de Label die gaat een eigen proteïne lijn uitgeven in Indonesië, wat ook in de supermarkt, et cetera, komt te liggen. Oh, okay. Dus dat is mijn brug tussen Nederland, ja. en, Nederland en Indonesië. En door middel van die brug, in eerste instantie Ondaarij, zakelijk, ja, veruit, is het ook de bedoeling om uh, meer maatschappelijke projecten okay. uh, op te zetten. Ja. En uh, op die manier uh, ja, ook, ook in de vorm van social return iets terug te doen. Oké. Okay. Vet man, we ja, dus, dan... uh, genoeg om naar uit te kijken. Zo ja, te, zeker zo weten. Worden. We zijn nog lang niet uh, klaar. We zijn eigenlijk pas net begonnen. Ja, oké. Okay. Nou ja, je hoort het uh, van de man hemzelf. Ik denk uh, dat je, ja, jouw vrouw heeft wel echt uh, genoeg losgemaakt, denk ik. En um, ja, heb je nog een laatste woord, misschien naar de kijkers toe? Um, ja, laatste woord. Uh, uh, doe wat je moet doen. Mm -hmm. um, en um, ja, zorg er gewoon voor dat je. Iedere dag hetgene doet waar je energie van krijgt. En dan uh, geloof ik dat alles uh, vroeg of laat op zijn pad komt. Mits je bereid bent om uh, er voor te werken. Ja. Uh, en uh, ja, gewoon je dromen najagen. Daar komt het uiteindelijk op neer. Oké okay, man. Dan maar, is alles mogelijk. Dan wil ik je bedanken voor het delen van je verhaal hier bij Tech. .TV. Graag gedaan. Graag gedaan. Dankjewel dat ik hier mocht zijn. Ja. Ik hoop dat jullie hebben genoten. En uh, nou ja, stay tuned weer voor de volgende. En uh, ja, tot de volgende keer. <laughs> Ik heb net een leuk interview gehad met uh, Skaffel voor Tech Team. Ik hoop dat ik jullie daarmee heb kunnen inspireren en vooral uh, motiveren. Like en uh, subscribe uh, zijn YouTube-kanaal.